Vooral met roestvrij stalen schroeven en ook die gegalvaniseerde schroeven. Als je daar te hard mee doordrukt en hij blijft op een gegeven moment vastzitten, dat je toch doordraait, dat je die kop kapot draait. En dan wordt hij glad en dan krijg je hem er niet meer uit. Dus hoe krijg je hem er dan uit? Er zijn van die setjes te koop. Dan kan je boren, een anti-ding erop. En nou ja, daar kan je natuurlijk wel weer spullen voor kopen. Maar volgens mij is er wel een manier om die schroef er weer uit te krijgen. Dus ik ga dat eens proberen. Dat is een experiment. En ik denk, je moet die gladde kop anti-slip geven. Ik ga hier een schroef erin draaien. En die ga ik expres kapot maken. Dat valt nog niet eens mee. Maar hij is nog steeds heel hoor. Nou, je moet goed je best doen, wil je hem kapot krijgen. Maar een roestvrij stalen schroef heb je dat veel eerder. Hè? Daar is de kans op kapot maken veel groter. Nou. Dan ga ik kijken of ik hem er zo uit kan krijgen. En dat doet hij nog steeds. Geen probleem dus. Maar ik ga toch door tot ik hem glad heb. Of ik zoek een roestvrij stalen schroef. Dat kan natuurlijk ook nog. Dan ga ik daarmee experimenteren. Nou, ik knap helemaal af. Dus de kop is goed, maar de schroef is afgebroken. Dus ja, hoe groot is het probleem nou eigenlijk? Als het daarom gaat. Bij mij in de praktijk is het meestal zo, ik heb niet zo vaak dit probleem dat die kop helemaal glad wordt. Maar of ik moet een hele moeilijke situatie hebben dat ik heel schuin moet schroeven, dat ik er niet achter kan komen. Dat soort dingen. Maar ik hoor dus, zodra die gaat doorratelen, dan hou ik al op. Dan haal ik hem eruit en dan neem ik een nieuwe schroef. Dus dan voorkom je gewoon dat gebeurt. Dus ik denk dat zo'n setje om oude schroeven die een dolgedraaide kop hebben, om die eruit te halen, dat lijkt me niet in de praktijk, ja, komt dus nooit voor. Ik heb er jaren, misschien wel 10 of 20 jaar geleden, zo'n setje ooit eens gekocht en ik heb het nooit nodig gehad. Het is ook een kwestie van, jongens, draai niet te heftig door. Je ziet hoeveel moeite ik moet doen om die kop kapot te krijgen en dan krijg ik hem er nog uit. Dus, is het een probleem? Het is geen probleem.